De politie is bezig met een onderzoek ten aanzien van de zaak waarbij een Surinaamse is aangehouden in Sri Lanka. Op social media is de aanhouding van de Surinaamse het gesprek van de dag. In het Aziatisch land kan een drugsmokkelaar in het ergste geval de doodstraf worden opgelegd. Er wordt via internationale kanalen nagetrokken wat er precies speelt, zegt politiewoordvoerder Milton Bishop. Vooralsnog wordt er gewacht op concrete informatie vanuit Sri Lanka, aldus de politietopper. Inderdaad, wij kunnen nog niet van de politie bevestigen, nog ontkennen. Inmiddels heb ik hier de spreker reeds de interventies gepleegd om na te gaan hoe wat waar berust de berichtgeving op waarheid en wat ik de samenleving via uw platform media kan meegeven is dat de politie nu bezig is via de internationale kanalen om na te gaan als de informatie op waarheid berust. Inmiddels heb ik zojuist ook nog gesproken met een van de functionarissen van de bestrijding zware criminaliteit. En die informatie die ik nu heb, vooralsnog heb, is dat de nodige interventies worden of zijn gepleegd om internationaal te gaan kijken als die informatie op waarheid berust. Dus wij wachten even formeel via de formele kanalen, de justitiële autoriteiten anderzijds en ook misschien ook we wachten op de informatie die wij krijgen vanuit de andere zijde. Bishop zegt dat het de bedoeling is dat de samenleving heel gauw geïnformeerd zal worden over de brandende kwestie. Voor nu is het voorbarig om uitlatingen te doen over hetgeen zich heeft voorgedaan. Wij zien wel, of wat wij zelf hebben geconstateerd, dat het bericht wel viraal gaat. Ja, die zaken hebben wij niet in handen. Maar u weet, de juiste procedure moeten wij bewandelen. En als die informatie binnen is, en dan zullen we de samenleving dan formeel ook op de hoogte stellen. Wees extra alert. Laat je niet misleiden, laat je niet verleiden. Ja, maar die altijd alert. Nog een mening aan stroop of traman. Ja, want je hebt de man, zij moet op speciaal uit Osso. Voor gelukkig mensen kan zwaar gieden man. Mensen kan show gieden man. Ja, dus de voorzichtig. Vertrouw de Grieken niet als we praten over drugs. Vertrouw de Grieken niet ook al komen ze met geschenken. En van maandag horen we een barkie euro kapas, vijfie, dozo gemi. Nou denk aan barkie euro, na tijdelijk, want ik kan worden verrast. De politiewoordvoerder stelt dat elk individu bijzonder voorzichtig moet zijn met dienstbagage wanneer die naar het buitenland vertrekt. Bishop merkt op dat mensen liever eieren voor hun geld moeten kiezen.